In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn diverse overheden gestart met de aanpak van de Hollandse IJssel. Het gebied was verontreinigd en verloederd. De gemeente leefde met de rug naar de rivier. De betrokken overheden zijn het project Hollandse IJssel gestart. Op veel plekken langs de rivier zijn in dat kader de bodem en de rivier gesaneerd en is de omgeving opnieuw ingericht. In deze film nemen we u mee de Hollandse IJssel over. En laten we voorbeelden zien van wat er veranderd is. Bij enkele projecten laten we betrokkenen aan het woord. We starten in Capelle aan de IJssel. Hier en aan de overkant, in Krimpen aan de IJssel, zijn voornamelijk woningbouwprojecten gerealiseerd. Er is hier veel bedrijvigheid. In Capelle aan de IJssel is het project Loswal 3 tot stand gebracht. Hier is een fiets- en voetpad langs de rivier aangelegd en een nieuwe gemeentewerf gebouwd. Het naastgelegen bedrijventerrein is opnieuw ingericht. Hier heeft een steenplaats gestaan, eeuwenlange steenplaats, steenplaats de Koude Hoek. Het waren oorspronkelijk twee steenplaatsen, maar die zijn in 1890, plus minus 1890, samengevoegd. En zijn tot 1913, 1914 IJsselsteentjes gebakken. En helaas is die steenplaats in 1916 gesloopt en toen kwam er een braakliggend terrein waar eigenlijk weinig mee gedaan werd. Waar we nu staan, dat was eigenlijk de losplaats van de steenplaats en de laadplaats. Er werd turf aangevoerd om die ovens te stoken. En zodra de steentjes gebakken waren en klaar waren voor transport, werden ze hier ook weer per schip afgevoerd. Daar moet eigenlijk een herinnering aan die steenplaats komen. Want eigenlijk herinnerde niets aan die steenplaats in dit gebied. Wat je hier ziet, dat zijn drie objecten. Die stellen voor de contouren van de turfschuren die rond twee veldovers stonden van de steenplaats de Koude Hoek. Het gebied waar hier vooraan is opnieuw ingericht. Daar is de gemeente. De gemeente heeft een nieuwe gemeentewerf daar gebouwd. Daar hebben ze een heel mooi gebouw neergezet. Een gebouw eigenlijk wat mijn inziens een prijs verdient. En gelijkertijd is dat hele gebied aangepakt. Ik het zelf het meest belangrijke vind, er is hier een mooi fietsvoetpad gemaakt. Eigenlijk op een stukje waar wat vroeger niet bereikbaar was. Dus eigenlijk heeft Capelle een stukje van de IJssel teruggekregen door het pad. Nou, je kan hier wandelen en fietsen, je kan hier de IJssel proeven, je kan de IJssel ruiken, de scheepvaart bekijken, beroepsvaart, pleziervaart. Het is gewoon een hele mooie plek om te vertoeven. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Het mooie zelf vond ik dat toen de gravel, toen het nog niet geasfalteerd was, toen liepen hier al mensen rond. Hierna passeren we nog enkele woningbouwprojecten en een van de gemalen die langs de Hollandse IJssel zijn te vinden. Iets verder op de rivier komen we de werkhaven tegen. De Hollandse IJssel is in het verleden een fantastische mooie rivier geweest, ook wat betreft haar natuur. Waar we nu bijvoorbeeld staan, dit gedeelte hier, dit was vroeger de vaargeul van de Hollandse IJssel. En het gebied hierachter, waar nu dus de vaargeul is, dat waren vroeger allemaal stukken moeras en stukken zelling. Het was voor ons een speelgebied. Ik heb er zeker tot mijn 17e heb ik daar van de rivier kunnen gebruik maken. We zongen er bijvoorbeeld ook in. En dat mensen zo omgingen met een getijdenrivier, die dus gewoon achter hun dorpen langs liep. Ik dacht van, daar moet ik je zo blij mee zijn, weet je. Dat is zo verschrikkelijk mooi. Wees er trots op, wees er blij mee. En dat was helemaal niet aan de orde. Er waren maar een paar mensen die op die manier met die rivier omgingen. En de rest die had het zoiets van, nou, het is gewoon een vuilnisbak. Zo de mythe, heel drossel er maar in. En dat gebeurde daar natuurlijk ook. Daar lag puin, daar lag ijzerafval, daar lagen kabels. En niet alleen op zo'n locatie, maar langs heel de rivier kon je gewoon zien dat het een rivier was waar inderdaad iedereen met zijn rug naartoe stond. En dat heb ik nooit kunnen begrijpen. Het feit dat Rijkswaterstaat in ieder geval wel datgene wat hier aan slip in de haven lag, dat zij dus toch wel een investering hebben gepleegd om dat slip uit de haven weg te baggeren. Wij bijvoorbeeld moesten gaan voldoen
aan dat soort eisen ook. En dat vind ik op zich uitstekend. Dus dan hebben we allemaal een pomp moeten kopen. En die pomp die voert dus al je vuile water af. En dat gaat dan via de dijk. Daar loopt een hoge drukleiding. En dat is een van de aspecten die ook te maken heeft met wat er dus gebeurd is met de Hollandse IJssel. Maar mensen zwemmen hier weer. Er komen met een bootje langs. Je hebt daar een paal staan. In de zomer dan pakt iedereen zijn roeibootje. Voedsel wordt er ingeslagen, drank wordt ingeslagen. Iedereen sjouwt naar die paal toe. En die gaan er allemaal liggen. En dan liggen mensen daar een hele zaterdagmiddag of een zondagmiddag met elkaar te ouwehoeren. En een beetje een biertje te drinken en te kletsen. En mooi. Mooie plek. Ik vind wel dat Rijkswaterstaat, die heeft er een oeverplan gemaakt. In eerste instantie zag het er schitterend uit. Met van alles en nog wat erin. Hè. Dus dat je stijgers kreeg waar mensen konden gaan vissen en dergelijke. Mooie locaties ingevuld, ook met bomen en dergelijke erin. Dat is helemaal uitgekleed. De sjeu, de leuke dingen die erin zaten, die net iets meer boden, die zijn er toch een beetje te veel uitgehaald. Nou, je ziet het, hè. Ze hebben daar natuurlijk een doorsteek gemaakt, zodat je hier het water kan naar binnen toe. Daarnaast hebben ze ook verschillende dieptes hebben ze aangelegd. En het aardige is, ze hebben aan die kant een oeverzwaluwenwand aangebracht. Ja, wat ik zo verschrikkelijk mooi vond toen, dat was van die wand en het project was misschien net een maand klaar of zo. En die hele wand, die werd ineens alsof ze dus een seintje hadden gekregen ergens vandaan. Nou, je vraagt altijd hoe doen die beestjes dat, maar massaal kwamen ze dus heel die wand daar bewonen. Ik weet niet of je het kan zien, maar er zit dus ongeveer een centimeter of 70 van de bovenrand vandaan. Zitten dus allemaal van die holen. En het zat helemaal vol, joh. Het was echt zo fantastisch om mee te maken. Dat je dus, het is bijna een soort idee van, als je dus de natuur een soort gelegenheid geeft en wat ruimte biedt, dan wordt het ook weer ingepikt. En dan wordt het ook weer op een positieve manier wordt het ook weer ingevuld. Na de werkhaven verlaten te hebben, varen we door richting Oudekerk. Hier is men nog bezig met de renovatie van de oever. Ook hier komen we bedrijvigheid langs de rivier tegen. De natuur krijgt uitgebreid de ruimte. Er is cultureel erfgoed bewaard gebleven en gerestaureerd. Zoals de steenovens Hitland. En ook de molen Windlust in Nieuwekerk aan de IJssel. Hierna varen we het industriegebied Kortenoord voorbij. En komen we rechts de Schanspolder tegen. We zijn hier in de Schanspolder, een gebied op de grens van Oudekerk aan de IJssel en Gouderak. Voormalig industrie, daarvoor Zelling. En nu dus weer terug naar natuur, recreatie en water. Ja, het Zuid-Hollands Landschap is een particuliere natuurorganisatie, een treinbeherende organisatie. Dus onze doelstellingen zijn behoud, versterking van natuur en landschap in de provincie Zuid-Holland. Inmiddels een jaar of 12 terug, toen het Hollandse IJsselproject startte, toen werd er gekeken wie gaat die terreinen beheren. En zo zijn we in de Klankbordgroep terechtgekomen en via de Klankbordgroep betrokken geraakt bij inrichtingsplannen voor de natuurlocaties. Het bijzondere is dat die rivier eigenlijk weer de ruimte heb gekregen. Als we hier zo staan, dan denken we nog, ja, het is toch allemaal wel redelijk op hoogte. Maar de lijn die daar ligt, die mag gewoon 40, 50 meter verder. En er is dus nu een hele geleidelijke oever waar ook de getijden die we hier hebben van meer dan een meter weer dat water kan stijgen. En die oeverlijn die varieert heel erg. Dus waar het vroeger heel strak was in een rivier met een ruimte waar dat water eigenlijk in een bak zat, daar heeft het nu zomaar 50, 60 meter meer de ruimte gekregen. In de zomermaanden hebben we toch al gezien, nu er wat picknicktafels en wat bankjes staan, dat ook die fietsende recreant langs de Hollandse IJssel dit toch ziet. Hey, dit is even een plekje waarin ik even van mijn fiets af kan en we hopen dat dat nog verder toeneemt. De basis ligt er en de natuur gaat het werk doen en daar heb ik al vertrouwen in. Dan komen we aan bij de Zellingwijk in Gouderak.
een van de meest ingrijpende projecten binnen het project Hollandse IJssel. Zellingwijk is in de 60 jaren opgespoten met huisvuil uit Rotterdam, dachten we. Maar het bleken toch allerlei giftige stoffen te zijn. Drins, aldrin, dieldrin, bekender als DDT. En dat is een gif wat niet afbreekt in de loop der jaren en dat dus gevaarlijk blijft. Dat moet dus of geïsoleerd worden of je moet het afgraven en opruimen. Toen moesten we verhuizen. Omdat het hier te veel gif zat in de bodem en dat zou een gevaar zijn. Het moest worden afgegraven en dan zou het worden herbouwd. En dat is dan na ruim 25 jaar gebeurd. Was het een soort spookwijk geworden. Ik weet nog dat wij in 1983 van vakantie terugkwamen. De buren waren verhuisd al. Hun ruim raam was ingegooid en we stopten. We dachten, nou, hier willen we niet wonen, we rijden door. Elke week werd de waterleiding gecontroleerd of de drins niet door de wand van de waterleiding naar binnen gekeerd waren. Je wilde uiteindelijk wel weg. We hebben heel vaak gedacht, nou, dit gaat nooit meer gebeuren, omdat het toch niet mee zat. Het had met economie te maken, het had met zoveel dingen te maken. Kort gezegd, alles wat tegen kon zitten, heeft tegengezeten. Maar op een gegeven moment ging het toch gebeuren. En dat was na meer dan 20 jaar, begint het toch wel te prikkelen van, als het dan toch gebeurt, dan wil ik wel weer terug. Ja. Er is hier 6 meter of meer afgegraven. Er werd elke keer gepeild of het echt schoon was en was het niet schoon, dan werd er nog wat verder gegraven. En op het laatst is er zelfs werd er nog een beetje gif gevonden in de bovenste halve meter. Dat is ook nog afgegraven. Ik heb wel het idee dat we op een van de schoonste plekjes van Nederland wonen. Na de Zellingwijk varen we door op de Hollandse IJssel en komen Gouda binnen. Daar zijn nieuwe stijgers aangebracht en is de Stolwijkersluis gerestaureerd. Hier eindigt onze reis. De realisatie van deze projecten is tot stand gekomen binnen het project Hollandse IJssel. In de stuurgroep Hollandse IJssel werkten samen de gemeente Capelle aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel, Oudekerk, Zuidplas en Gouda. De provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de hoogheemraadschappen van Schieland en Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Rijnland. Overheden, burgers en bedrijven zullen zich blijven inspannen voor een schoner, mooier en Hollandser IJssel.